Yo mensen, Groen van 1PNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag ben ik hier met de Future Stars uit FIFA 19. Ja mensen, dit waren de spelers geweest die een Future Star kaart hadden gekregen in FIFA 9. Ongeveer, min of meer, als ze nog voetballen. Want het is echt ongekend, maar echt fucking veel van die grote talenten, die voetballen gewoon niet meer. Tot ze toen 16 waren. In ieder geval doe zeker een duimpje op deze video en abonneer op mijn kanaal hier beneden. Dan blijf je op de hoogte van lekkere video's. En laten we maar gaan kijken naar het grootste talententeam van FIFA 9. Toen speelde ik het nog niet eens. Yo mensen, even tussendoor een kleine mededeling voor jullie. Zoals jullie weten, vorige maand had ik al een mededeling over Voduels. Dit is een website waar je tegen andere mensen kan spelen voor echte doekoes. Let op, je moet voor deze website 18 plus zijn, anders mag je niet meedoen. Je moet dus 18 zijn. En wat het doel is dat je bijvoorbeeld een euro speelt tegen iemand anders. En op het moment dat je wint, krijg je euro van hem, heb je 2 euro. Het kan een spelen zoals FIFA, maar ook andere spelen zoals Rocket League en zo. Maar ja, wie de fuck speelt Rocket League? Iedereen speelt FIFA, toch? Yes! Vorige maand als je via mijn linkje je registreerde, krijg je 10 wotcoins. Maar als je nu registreert, krijg je 25 wotcoins. Wat gelijk staat aan 2,50 euro. Dus kan je al beginnen zonder dat je zelf geld op in te leggen en kan je zo lekker gaan spelen. En lijkt jullie nou leuk dat ik hier maandelijks iets van ga doen, dat ik 1 euro ga beginnen en dan naar 100 euro ga spelen of zo? Laat het achter in de comments, ik ben er namelijk wel benieuwd naar. In ieder geval ben je dus 18 plus, link zit in de beschrijving. Oké, daar zijn we weer en dit is mijn team. Op goal hebben we niemand minder dan Vincenzo Fiorillo. Deze keeper was het grootste keeperstalent. Was gewoon het grootste keeperstalent. Ik heb nog nooit van deze hele gast gehoord. Maakt voor de rest niks uit. Zijn potentieel was 88. Op rechtsback hebben we dan Rafael. Potentieel in FIFA 9 van 89. Ja, is het toch ook niet helemaal geworden. Het is nu volgens mij wel een decent rechtsback, maar toch niet veel meer dan dat. Dan hebben we hier Zapata. En die is op dit moment 31 en daar klopt geen reet van. Op dat moment was hij 79 rated, wat op zich wel hoger is voor een future star, maar hij was 79 rated, maar hij kon 87 rated worden. De reden dat 87 is niet heel erg hoog. Er waren heel veel andere centerbacks. Bijvoorbeeld Breno van Bayern München was 75 rated op zijn 18e. Ja, die zou 90 rated kunnen worden. Dit is niet meer in het spel. 3 days later. Dus ja, flink een aantal waren gestopt. Wat dus, ja, ik vraag me dus echt af hoe hun carrière ooit gaan. Ze waren ze echt gewoon zwaar overhyped. Een soort Mbappé. Nee, geintje. Mbappé is wel goed. Geintje, jongens. Geintje. Nee, au. De volgende centerback is Bender. En dit is wel lachen, want hij en zijn broer die speelden op dat moment allebei bij de 1860 München. En ze waren allebei precies even oud. Wat niet heel raar, want het is een tweeling. Ze hadden allebei precies hetzelfde potentieel. Allebei 87. Ik vind het wel knap dat ze allebei gewoon echt best wel gewoon decent voetballers geworden zijn. Gewoon goede voetballers. Op linksback hebben we Fabio. En Fabio was 70 rated. Doet ook bij Manchester United. Net zoals zijn broer Rafael, die we net al hadden. Alleen deze is toch wel een klein beetje afgezakt. Hij was 71 rated in FIFA 9. En nu 71 rated. Het gaat niet heel snel, maar over 10 jaar misschien 72 rated. Dan als Cam hebben we een van de grootste talenten in FIFA 9. De nieuwe Messi. Wereldspeler. Bojan Krikic. Speelt nu bij Stoke City. Is 75 rated. In FIFA 9 was hij 78 rated. En 17 jaar en 78 rated. Echt fucking goed. En zijn potential was niks minder dan 92. Zo, wat is hij over het paar getild. Kan er echt geen reet van. Daarnaast Bojan hebben we eindelijk een speler die het waargemaakt heeft. Toni Kroos. 90 rated. En dit is wel nice. Want in FIFA 9 was hij 75 en 18 jaar. Hij speelde toen bij Bayer Leverkusen. En zijn prognose hoe goed hij ging worden was 90 rated. Yay. Fantastisch gedaan. Dan hebben we ook Douglas Costa. Hetzelfde voor hem. Hij was 17 jaar en 75 rated. Echt fucking goed dus. En zijn potentieel was ook 90. Toch wel redelijk dichtbij. Ze hadden veel vertrouwen in hem. En dat was terecht. Dan komen we nu al misschien bij de grootste meme. Namelijk niemand minder dan Jesse Baxter. Ongekend. Deze gast was 16 jaar en 69 rated. Hij speelde bij Everton. En hij had een potential van 92. Wat? Ik wil ook wel zeggen dat hij niet helemaal goed gekomen is. Toen hij 16 was hij blijkbaar beter dan nu hij 26 is. Ook wel weer een klein beetje pijnlijk. En ik denk persoonlijk. Zou kunnen zijn natuurlijk dat hij nog een machtige ontwikkeling gaat krijgen, dat hij de 92 niet gaat aantikken. Nee, ik denk gewoon niet dat hij het gaat aantikken. Sorry. Daarnaast hebben we uiteraard Alexandre Pato. Die had ook een 92 rated prognose. Is het ook niet helemaal geworden. Heel geblesseerd geweest en dik geweest en zo. Met name veel dik geweest. Ja, heel dik geweest. En hij speelde in China en verdient waarschijnlijk 10 miljoen. Dus ik hou gewoon mijn bek over hem. Pato, goed gedaan. Hou dik zo. De laatste speler van het team is Coutinho. En dit is wel nice. Coutinho was 62 rated in FIFA 9 en 16 jaar. En zei van, nou, die kan wel 90 rated worden. En ik denk als hij nog even zijn best blijft doen dat 90 rated echt wel mogelijk is. En heeft IE gewoon nog eentje helemaal perfect goed. Heerlijk kaartje trouwens, Coutinho. Helemaal niet verkeerd. En dan is dit het team. En hiermee gaan we de ik ga niet Division Rivals in. Cool, laat het nou één keer niet doen. Er was ook nog een mooie die helaas niet meer in het team paste. Jack Wilshere. 90 rated potentie. Ja, 74 was je op zijn 16e. Uitstekend. Oké, hij heeft helemaal niet zo'n goed team. Ik ga het gewoon winnen. What the fuck? Yes! Hop. Oh, bos in. Oh. Nog een keer. Oh. Voorzet. Ah, jammer. Oké, 0-0 bij rust. Mensen, ik ga het doen. Tweede helft. Ik voel het. Baxter, moet ik zeggen. Ja, nog niet echt zijn goede kant laten zien. Oh, kut. Ik word helemaal uitgespeeld. Nee. Kom op, Fabio. Je kunt dit. Oh, mijn god. Dit is zo slecht. Hou op. Dit kan toch niet? Je wordt toch helemaal niet goed van. Je wordt toch helemaal lijp loco. Romara Gamara. Oh, ik voel me echt Brody worden. Holy shit, die Baxter slecht. Hij is ook 77 zilver. Ik weet het maar. Dan nog.
2-0? Oh, maar ook zat natuurlijk 2-0 achter. Ik dacht was 1-0, maar die Ibrahimovic had natuurlijk die ongelofelijke pleuris goal gescoord. 2-0, jezus, ik dacht pas 1-0 achter stond. Ik zie 2 staan, ik denk, wat is mij nou overkomen, joh? Tik hem door. Oh, Fabio, wat doe jij? Oh, paal. Oké. Winnen, Kroos. Pato! Keep, scheids! Keep, die heeft niks mee te maken. Maar scheids heeft er wel. Mensen, dan weten jullie wie achter de bal gaat staan. The man, the myth, the legend. Niet Bojan. Nee, niet Bojan. Baxter, wat een stat, ongekend. Boom! Nee! God gloeiende! Mis ik! Meen je niet? Baxter, jongen. Wat kan je wel.nl? Een goede power. Oh, Baxter is weer helemaal naast frustratie. Jongen, mijn laatste kans op eerherstel. Baxter loopt helemaal vrij. Baxter moet het nu doen. Baxter haalt uit! Nee! Boom! Yes! Het is 2-1. Het is 2-1 op Coutinho. Coutinho. Oké, daar gaan we dan. Op naar 2-2. Oh, single match. We spelen een single match hier. Dit is nog niet normaal. Ik ga niet eens spelen. Dat dit al in een single match moet gebeuren. Daar ben je toch helemaal para word je daarvan. Single match wordt leuk te zijn. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Wat een ongelooflijk kakteam. Wil je dan ook dat ik dit ga doen met FIFA 13? Laat dan een like achter. Bij 8000 likes doe ik dat. En ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dus like vooral in de volgende keer. Zeg doei. Later.